Rick Romeijn, de sidekick van de ochtendshow op Radio 538, heeft harde woorden geuit tegen Eva Jinek. Hij vindt dat ze te weinig werkt voor haar riante salaris en noemt tv-sterren, luie FL-sterretje KK'ers. Rick, die vaak wordt vergeleken met Johan Derksen, ergert zich aan bekende gezichten op televisie die enorme salarissen ontvangen en tegelijkertijd steeds meer vakantiedagen willen. Volgens het AD wil Eva Jinek nu slechts 4 dagen per week werken, van maandag tot en met donderdagavond, om langere weekenden te hebben. Rick uit zijn frustratie over het feit dat Eva soms meer lijkt te focussen op haar vrije tijd dan op haar televisiecarrière. Hij merkt op dat mensen in de televisiewereld een luxe leventje hebben, waar ze 3 maanden werken en vervolgens 6 maanden vrij zijn. Hij vindt het belachelijk dat ze klagen over de zwaarte van hun werk, terwijl volgens hem bouwvakkers en zijzelf het pas echt zwaar hebben. Rick vervolgt zijn betoog door Eva Jinek en andere tv-persoonlijkheden als luie FL-sterretje KK'ers te bestempelen vanwege hun werkschema van 3 maanden per jaar. Ricks collega sidekick Niels van Baarle sluit zich bij hem aan en noemt tv-sterren ook redelijk lui. Hij verwijst naar de tijd van het programma Pauw en Witteman, waarin de presentatoren 14 jaar lang dagelijks op televisie waren. In tegenstelling tot de huidige generatie presentatoren, zoals Humberto en Renze, die na 3 tot 5 seizoenen uitgeblust zijn. Niels benadrukt dat programma's als Voetbal en Sight daarentegen wel lange tijd worden voortgezet. De gastheer Tim Klein voegt toe dat programma's zoals Voetbal en Sight inderdaad langdurig blijven bestaan. Nieuwslezeres Florentien van der Meulen merkt op dat bekende gezichten op televisie veel kritiek en druk te verwerken krijgen. Niels voegt eraan toe dat ze daar ook naar worden betaald, aangezien ze allemaal een salaris van 2 of 3 ton verdienen.